om te beginnen, autisme is de meest boeiende handicap die je kunt hebben. Omdat het een stuk van het mens zijn blootlegt. Omdat er zoveel dingen niet automatisch gaan, niet automatisch groeien, zet je verplicht van er aandacht aan te geven en zet je dus ook verplicht van te zien hoe moeilijk en boeiend de mens is. Je kunt goed leven met autisme, daar valt mee te leven. Het is geen zwart gat waarin neervalt. Doordat je gaat nadenken over hoe zit ik in elkaar en dat je ook die vraag erin hebt, dat vind ik heel belangrijk, van wat helpt mij? Wat kan een ander doen om mij te helpen? Of wat kan ik zelf doen ook? Je leert niet alleen te zien wat dat er helpt, maar je leert jezelf ook toestaan om de dingen te doen die helpen. In de Atlas vind ik ook hele mooie voorbeelden van voordelen van autisme. En dat is ook wel eens fijn om naar te kijken. Dat het niet alleen moet gaan over je loopt daar tegenaan. Maar daar ben jij goed in. Ah ja, juist. Dat klopt eigenlijk wel. Als de Atlas niet bestaan zou hebben, denk ik wel dat je echt wel met langdurige dieptegesprekken aan de slag zou moeten als coach of als iemand die autisme probeert te begrijpen. Dan zou je echt sociaal face-to-face moeten werken. Ik denk wel dat je met de Atlas veel sneller en beknopter tot de essentie zou kunnen komen. In feite weten de meeste mensen zelfs niet dat ze zo in elkaar zitten. Schaamte is voor mij helemaal geen... niet eens dat ik met de paplepel heb meegekregen. Op een bepaald ogenblik begon ik vijverfluit te spelen. Een kleine dwarsfluit. Dus wanneer kon ik daar het beste tijd voor maken? Dat was als ik sowieso te voet mijn boodschappen ging doen. En op een bepaald moment realiseerde ik mij, de meeste mensen zouden dit gewoon niet doen. Dat doet je toch niet. Ça ne se fait pas, zeggen ze in het Frans. Dat is gewoon een geëigende uitdrukking in het Frans. Wat aantoont hoe belangrijk dat is. Dit doet men niet, dat doet men wel. Dat is enorm belangrijk in de mensenwereld. Maar ik zal dan verwonderd vragen waarom niet. Ik heb heel erg gevoelige zintuigen op verschillende vlakken. Waar dat ik het snelst last van heb, dat is geur. Ja, winkelstraten, dat is iets verschrikkelijks voor mij. Dat zijn zoveel prikkels tegelijk. Je hebt de geuren van alles wat dat daar zit. Van restaurants bijvoorbeeld, van parfumeries, noem maar op. Dat is van alles. Maar er zijn ook al die verschillende geluiden die daar in één keer op u afkomen. Bijvoorbeeld als er een tram voorbij dondert, dat is dat geluid. Al die mensen die door elkaar praten, de kinderen die schreien, moeders die kwaad worden om die kinderen, al die dingen tegelijk, dat is gewoon een lawine van prikkels. En dat is heel lastig. Tegen dat ik door die straat ben ik pomp af. Maar wat dat mij persoonlijk het meeste tot rust brengt, dat is wandelen of lopen in de natuur, buiten en liefst alleen, dat is al een voorwaarde, alleen. En dan liefst met zo weinig mogelijk omgevingsgeluid. Dat is iets wat mij heel goed helpt om een beetje stress te verlagen. En dan zoekt je woorden. En die heb ik toch wel gevonden in die atlas. Ook al leeft je al heel lang met je eigen autisme, dan is dat toch nog niet zo simpel om te weten waar dat dan nu in zit. Want je bent gewoon van met je hoofd te leven en voor zover dat je weet is dat normaal. Door de atlas te gebruiken heb ik kunnen zeggen van ik mag dit linken aan mijn autisme. En ik mag dus ook gewoon zeggen van sorry jongens, maar dit is voor mij te moeilijk. En dat wordt door het gebruik van de atlas duidelijker. Gestructureerder, het staat zwart op wit, je ziet dat op de computer staan. Dat is zo niet meer dat vage van dit lukt mij niet of hier ben ik niet goed in. Dus nee, hier loop ik tegenaan omwille van mijn autisme. Je kunt zo'n
uitgeprinte versie van de atlas van jezelf kun je gewoon gemakkelijk van hier op een presenteerblaadje eigenlijk letterlijk en figuurlijk aanbieden aan mensen die er belang bij zouden kunnen hebben. Zie je, dat is een soort curriculum vitae, maar dan van uw autisme. En als je die woorden dan hebt, dan kun je veel gemakkelijker aan anderen ook uitleggen. Dan heb je de woorden om dat uit te leggen aan je omgeving. En op die manier ja, kunnen we toch wel veel miserie verhelpen. Ik denk dat de vragen mij getriggerd hebben om antwoorden te geven die mij op mijn weg geholpen hebben. Wat ik fijn vind aan de droomboxen is dat ze opgedeeld worden in verschillende vragen. Dus één is van wat is mijn droom, wat zou je willen doen? En dan heel mooi van wat lukt daarvan al, waar zit je al? En dat al eens zien, of dat opgesplitst mogen zien, maakt al van een grote berg kleine behapbare brokjes. Het is bij de droomboxen dat ik het meest gewaar werd dat ik eigenlijk dingen op de lange baan aan het schuiven ben. En dat ik eigenlijk actie zou moeten nemen. Je zou het kunnen gebruiken om voor hulp te gaan. Je zou het kunnen gebruiken om te solliciteren. Je zou het kunnen gebruiken om een keer te zien waar sta ik met mijn leven en gaat dat de goede kant uit. Ga in elke vragenlijst eens in en kies willekeurig of op het zicht een paar vragen, vul dat in, kijk eens naar het resultaat. Maar doe dat als je eraan toe bent. Doe dat niet voordat je eraan toe bent van jezelf. Want ja, je legt wel al je kwetsbaarheden bloot en dat kan best confronterend zijn ook. Gebruik het invullen ook als het proces om het binnen te laten komen, erover na te denken, het voor u wat duidelijker te maken. Ik denk dat de inspiratiebox andere mensen wel zou kunnen helpen een beetje over de streep trekken, zo van wat zou ik hier juist mee kunnen doen met die vragen? Hoe kan ik daaraan beginnen? Zo dat eerste stootje zo van hier, zo zou ik het kunnen doen. Ik heb hem alleen ingevuld en ik zou dat ook zeker nog opnieuw doen. Maar het kan ook een brug zijn tussen u en de hulpverlener van, om het samen eens te kijken van hoe zit dat nu eigenlijk voor mij?